Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, eigenlijk is dit een heel bizar debat. Want als er in mijn ogen één sector is, één industriële sector, waar klimaatregelen bijna per definitie eerlijk zijn, dan is het wel de luchtvaartsector. Als je met een vliegtuig van bijvoorbeeld Beijing naar Parijs vliegt, dan maakt het niet uit of het een Europees vliegtuig is, een Chinees, een Amerikaans of een Braziliaans. Als je allemaal dezelfde kosten hebt, is het per definitie eerlijk als je daar maatregelen neemt. En daarom vind ik het zo teleurstellend dat we nu toch gedwongen worden om een jaar lang pas op de plaats te maken. Toch steun ik dat. En ik steun de commissie en de rapporteur in dit voorstel. En waarom? Omdat een echt wereldwijd akkoord binnen ICAO vind ik een prachtig perspectief. Want dan hebben we nog meer aan dan alleen maar een Europese maatregel. Maar die ICAO-onderhandelingen mogen geen black box zijn. Waar we over een jaar witte of zwarte rook uit krijgen. Nee, ik wil heel graag dat de Europese Commissie ons als Europees Parlement op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. En verzoek of zij ons regelmatig daarover wil rapporteren. Dank u wel.